Vandaag een video over wat ik persoonlijk een van de grote voordelen vind van deze melkrobot. En ik vind raar genoeg niet zo heel veel terug in de reclame van FuelWithJoZ. Maar dat is wat deze deur beschermt. Hierachter zit de kast met alle dure printplaten. En hieronder nog de elektrische componenten. Na anderhalf jaar melken is deze kast nog brandschoon, stofvrij en waterdicht. Alles zit verstopt met wortels. En ja, waardoor als het aan die kant van de kast kapot gaat, dan kun je het vervangen. Want aan deze kant zit, gaat niet kapot, want er kennen hier geen muizen bij. Dat is het grootste voordeel. Mijn vorige melkrobot is in 13 jaar eigenlijk ter ziele gegaan aan muizenschade. Of tenminste, we hebben heel veel muizenschade gehad. Daar zaten de printplaten, zaten daar wel achter een kast, maar daar konden de muizen wel doorheen kruipen. Dat hebben ze ook gedaan. En die hebben eigenlijk over al die printplaten die daar zaten geurineerd. En urine, printplaten en vraatschade vinden die dingen niet heel leuk. Op dat moment hebben we ook een nieuwe melkrobot gekocht. Eigenlijk dat is de grootste reden ervoor. Ik ben, het mooie daarvan is, hier kunnen er eigenlijk geen muizen bij komen. Dus dan ben je dat probleem kwijt. Dat vind ik eigenlijk het mooiste. Het zit ook allemaal netjes weggewerkt. Als monteurs kan er netjes bij zijn. Net zoals toen waren de communicatiefouten van de arm. Konden hier netjes achterwerken. Dat is top.